Ja, wij wisten er natuurlijk helemaal niks van. En nee. Dat is natuurlijk wel lekker, want je doet gewoon maar wat. Je doet gewoon je eigen werk en zij volgen je. We hebben natuurlijk Ik Vertrek gedaan in 2006 en 2007, maar goed, dat daar gelaten. Toen begonnen we dus begin 2019. Toen kwam in mei de eerste aflevering op tv. Toen hadden we iets van 550.000 kijkers. Martin zei, ja, het begint nu op SBS6. En toen zei Jeroen Pauw, nou, mensen allemaal even overschakelen. En goedenavond. Nou, en toen kregen we dus een heel ander kijkerspubliek, ook van NPO. En toen is het echt gewoon zo hard gestegen.